Hoi, ik ga je laten zien hoe je het spel van Red Cobra vindt. En het spel van Red Cobra staat op de GitLab van de jonge onderzoekers. Maar die is nog niet goed te googlen. Dus wat ik ga doen, ik ga eerst zoeken op de GitHub van de jonge onderzoekers. Hierdoor vind ik de GitLab. Daar log ik dan op in. Daar zoek ik dan de Red Cobra website op. Dan gebruik ik Git om hun spel te klonen op mijn harde schijf. En dan start ik het spel met Qt Creator. Oké, stap 1, de GitHub vinden. Nou, de GitHub vinden, google ik de jonge onderzoekers. Groningen, GitHub. En dan zou ik de GitHub van de cursus moeten vinden. Nou, ik zie hier al github.com/jog, dat is uitstekend. En wij zitten op de dojo. En wij zitten op de donderdagavond. Red Cobra zit op de donderdagavond, dus daar klik ik op. Op de Dojo website, dan scroll ik eventjes naar onder toe. Hier zien we die onderzoekerslogo, agenda, een lesrooster. Hier links naar de Jog GitLab. Daar klikken we op. Mooi. Nu zijn we op de GitLab van de jonge onderzoekers. Je ziet dat de URL een beetje gek is met al die getallen. Dat klopt, want hij wordt gehost door de jonge onderzoekers zelf, of min of meer. Mooi, we zijn erin. We gaan inloggen. Ik ben Richel Bilderbeek. Paswoord is Mafkees. Mooi, ik ben ingelogd op de GitLab. Nu gaan we op zoek naar de Red Cobra website. Nou, ik ga gewoon hier op zoeken, Red Cobra. Kijk wat er gebeurt. Ik weet het niet, want je kunt het op heel veel manieren vinden. Hoppa, gevonden. Nano's Red Cobra. Even kijken of het klopt. Ja, hier klopt het. Dit is de website van de Red Cobra's. Kijk, daar staat de rode cobra. Uitstekend, we hebben hem gevonden. Volgende stap. We gaan deze website klonen op onze harde schijf. Dat is erg makkelijk. Hier staat het woord clone, daar klik je op. En je kloont met HTTP. En hier kun je hem kopiëren. Mooi. Dan start je een terminal. En je typt git clone en dat ding. Plakken doe je met hier paste clipboard, Ctrl-Shift-V, dat heb ik ook net gedaan. En dan krijg je dus dat hele ding daar. Enter. Dan vraagt hij mijn username. Nou, die heb ik wel. Richard Bilderbeek. En nu komt op mijn harde schijf de code van Red Cobra. Nou, terwijl die bezig is, kan ik alvast Qt Creator opstarten. Dat ga ik ook netjes doen. Qt Creator. Want het spel is geprogrammeerd in C++. En dat hebben we met Qt Creator gedaan. Nou, dit is klaar. Ik ga hem dichtmaken. Ik ga nu het spel openen met Qt Creator. Ik klik op Open Project. Ik ga naar de folder van Red Cobra. En daar staat die redcobra.pro. Die moet ik hebben. Open. Ik klik op Configure Project. Dat zou het moeten doen. Zo niet, dan moet je even mij vragen. En dan klik ik hier op Run. Nou, dan klik ik op 4. Dan kun je een beetje zien wat hij aan het doen is. Maar zo start ik het spel. Nou, wij gaan hier echt niet op wachten. We zijn nu klaar. Dus ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe.